duidelijk, meneer. Ja hoor. Ja, goed zo. Kijk, wij beginnen met hoefijzer gooien. Dus ja, dat komt wel goed hoor. Gaat deze meneer als eerste doen? Nou, ik ga ook hoefijzer gooien, hè? Want ik zit in groep 9, hè? Dus dat is degene dat we het eerst doen. Nou, je mag geen hulpmiddelen gebruiken, hè? Nee hoor. Met 12 groepen. 12 groepen, ja. Dus we gaan zo de boel een beetje verdelen, een beetje uitleggen. En een platte rondje hebben we hier zo, waar we overal alles vinden kunnen. Voor een lekkere sportieve middag. Omcirkelde cijfers kijken, want die zijn van Engeland, hoop ik. Boven is dan met de viltstift een 1. En dan links is dan een 2. En dan staat er onderin een 3. En 4 en 5 en 6 ook. Dus... En de Heilige Geest brengt ook mensen op je pad om je te helpen. Dus wie weet wordt er mensen geleid door de Heilige Geest en komt hij met het juiste idee om jullie aan de overkant van de sloot te brengen. Yes! Oké, jongens, hoger springen! Hoog! Los staat! Hier ligt het nog een los! Zet hem toch in! Ja, nee! Kijk, bij hem zo dol. We hebben veel meer dan Abraham. We hebben een Bijbel vol verhalen. We weten dat Jezus geleden heeft voor onze zonden. En dat we straks door hem voor eeuwig in volmaaktheid mogen leven. Hou je ogen dicht, Wil. Oh, die lessen maken wel in daar. Oh!
Oké, weet je wat?